Maar je hebt het niet zien dat een voorzitter voor VHP, een man die ik wil doen, dat je er dan. Maar je hebt het niet zien. Maar leg uit dat de VHP de NPS geholpen heeft in 2020 om in de regering te komen. En dat in 2023 de NPS gevlucht is voor het zware werk dat gedaan moet worden in dit land. Maar ik denk, partijgenoten konden maar, dat de voorzitter van de VHP toch eerlijk zou moeten zijn. De NPS is een partij die grote verantwoordelijkheden in dit land heeft gedragen. NPS is nou een partij, zijn tik maatregelen in periode, per week op Bona konden voeren. NPS zit de economie van konden maken. Onder moeilijke omstandigheden, allerlei kostkosties en dergelijke. En de NPS laat het gezegd zijn, ook in de toekomst voor Boenu heeft maatregelen moest treffen. NPS neemt voor de voetreft maatregelen. Dus dat kun je de NPS niet van komen beschuldigen. Dat de NPS weg is gegaan om die maatregelen niet getroffen moeten worden. Wat de voorzitter van de VHP moest zeggen, is dat de OMEC afspraak in 2020. Afspraken waarbij wij zullen participeren binnen die coalitie. Dat is de NPS bereid om de klappen mee te vangen wanneer maatregelen getroffen moeten worden. Maar als vanaf 2020 blijkt dat afspraken keer op keer niet worden nageleefd. En als men wel het wil, zullen wij gedetailleerd die informatie geven. Keer op keer wordt beterschap toebeloofd door de voorzitter van de VHP, door de voorzitter van de AMO. En wanneer dat niet gebeurt, en wij 2,5 jaar zitten in die regering, en wij nog 2,5 jaar hebben te gaan en zien dat als het nooit change, dan heeft de NPS niets anders te doen dan te zeggen van hier en dan. Dit is niet de afspraak. En UNO en HAVU toe. UNO, meneer Vernissi, meneer Tamer Akkouteren, we hebben ons akkouteren en we gaan onze eigen weg op. Op naar 2025. En midden ervan overtuigd dat ik dat wel overtuigd Brokopondo. Dat een partij dat je moet doen, dat is een passie, die dat wakker wordt 2025. En dan alle spekkende actie, voorzitter, en alle andere structuren van NPS, dat met de nacht idee, wat jaren wakker. En we gaan met KP's gaan werken. Ik ben 2010, ik kom binnen als parlementariër voor Brokopondo. Dit moet ik even naar voren brengen, dan moet ik stoppen. Ik zag dat Brokopondo aan verkiezingen zijn gekomen naar NPS. We poten, dat is 100%. Ik kan afmodificeren wat ik, money zonder cabeza, naar dat tegen. Money zonder cabeza at a tikkode. Nee, we hebben geen licht gewicht in de NPS. We declareren, we kiezen kia en we charen wakker. Dat kon je, hè, in positieve zin.